Ja, dus zoals in het artikel staat, hebben we een financieringsbehoefte van ongeveer 1,8 miljard. Dat is het grootste bedrag dat we ooit hebben geleend en gaan lenen dus. En we willen de voorkeur geven, uiteraard, zoals altijd, aan de Surinaamse bevolking. En we gaan obligaties uitgeven, net als de vorige keer. We hebben nu 200 miljoen aan obligaties uitstaan. Maar we hopen deze keer eigenlijk veel meer op te halen. De bedoeling is dat we onze participatie in de offshore, in blok 58, dat we dat financieren en daardoor ook als staatsolie commercieel bedrijf geld kunnen verdienen uit de offshore. Dus de obligaties worden uitgegeven in certificaten en zo'n certificaat, een kleine coupure, zou in dit geval dan 100 US dollar bedragen. En dat, als je dat vertaalt tegen de koers van vandaag, is dat ongeveer 3000 SRD. Dus ja, dat zijn wat ons betreft kleine coupures. En we zouden aanmoedigen, en we hebben in dat artikel ook geschreven, dat we er alles aan gaan doen om iedereen te kunnen laten meedoen. Dus we zullen ook met de autoriteiten kijken waar het mogelijk en nodig is om SRD's om te zetten in US dollars. U begrijpt, we hebben wel die US dollars nodig, omdat al die investeringen in US dollars bedragen, alle kosten, alle buizen die we moeten kopen voor de investeringen, die worden natuurlijk wel in het buitenland geplaatst. Dus er moet een nette prospectus worden gemaakt waar iedereen kan lezen wat dat project inhoudt en of men er vertrouwen in heeft om daar geld in te stoppen. En dan gaan we wat men noemt roadshows houden. We gaan op plekken komen om te presenteren. U begrijpt, behalve de burger van Suriname heb je ook institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, fondsen en de verzekeringsmaatschappijen. Die beleggen ook, laten we zeggen, voor hun bedrijfsgebeuren geld. Dus we gaan ook voor hun presentaties houden en we hopen enorm veel geld op te halen. We hadden initieel ook gehoopt dat we de diaspora zouden kunnen betrekken hierbij. Een keertje zonder almoes te vragen, maar dus een zakelijke vraag naar de diaspora toe. Maar het is een klein beetje moeilijker dan we hadden gedacht, omdat we niet mogen adverteren op de Nederlandse markt naar Surinamers toe, omdat men dan vindt dat de autoriteit financiële markten van Nederland de prospectus ook moet beoordelen. En dat is een beetje een ingewikkeld proces. Dus we gaan ons echt focussen op de Surinaamse markt en kijken wat we daaruit kunnen halen. De realiteit gebiedt ons te veronderstellen dat we dat niet gaan ophalen in Suriname. We hebben nu 200 miljoen uitstaan op de markt. We hebben eigenlijk als minimum gesteld dat we deze keer, inclusief dat bedrag dat al uitstaat, 400 miljoen in totaal kunnen ophalen. Dus 200 miljoen van de bestaande obligatie en 200 miljoen nieuw geld uit de obligatie. Dus dat is ons minimumstreven. Alles wat we daarboven kunnen doen, gaan we, laten we zeggen, ook meenemen. Dus we hebben het voldoende vooruit bekendgemaakt, zodat de mensen kunnen sparen en kunnen meedoen. En daarmee doen ze eigenlijk mee aan de zonnige toekomst van Suriname, omdat dus dit geld gaat worden gebruikt om dit project van de grond te krijgen. En dit project gaat ervoor zorgen dat Suriname uit de precaire economische financiële situatie komt.